En let wel dat die informatie, dus die, met name die gevoelige informatie, of ook de persoonlijke informatie, nu al beschikbaar is voor ongeëigende personen, organisaties of zelfs vreemde mogelijkheden. Als je kijkt naar de informatie die dan op die smartphones opgeslagen staat, dan zou dat kunnen zijn financiële gegevens. Ja, dat is natuurlijk heel erg gevoelig als dat ergens beursgevoelig is, waarmee je dan uiteindelijk door middel van een hack die informatie in de krant komt te staan. Of met voorkennis verhandelen, dat soort zaken. Ja, dat zijn allemaal heel erg gevoelig. Maar ook patenten of met name persoonsgegevens, dan moet je opletten dat je de wet op privacy niet gaat raken. En uiteraard strategische en operationele kennis. Strategisch van gaan we wel of niet inhaken op de EU, wat voor strategie gaan we erop loslaten. En operationeel, waar gaan we naartoe, met wie gaan we spreken. Hoe komt die informatie op straat? Ja, heel duidelijk, dat is een stukje techniek, maar ook de mensen. 60% van de interne organisaties, dan heb ik het over de mensen daar, die kunnen fouten maken, die kunnen rancune hebben, die kunnen nalatig zijn of anders. En een mooi voorbeeldje daarvan is dit artikel wat een halfjaartje geleden in de krant stond, dat door middel van ID-spoofing het heel makkelijk is om allerlei sms'jes rond te sturen. En dat een mobieltje eenvoudig te kraken is. Wat is dan uiteindelijk de werkelijke de impact, de gevolg van als die informatie op straat komt? Ze weten eigenlijk alles van u. Dan moet u denken aan gebruikersinformatie, ze weten dus wie u bent. De verzonden en ontvangen sms'jes die vertellen over u, over hoe u over een bepaald onderwerp denkt. U krijgt een vraag binnen, u reageert daarop. Ja, ik ben het ermee eens. Dat is belangrijke informatie om te halen hoe je dus denkt, zoals ik aangaf. Maar ook met wie je dat deelt. Ze hebben er zelfs een foto bij. En ze weten waar u dat allemaal bespreekt. Daarnaast informatie en attachments die over en weer gaan. Wanneer u dat doet, met name als het gaat om de toegang tot de kalenders. En kan men door middel van keyboard cache uitlezen. Zien op welke website u zit, welke paswoorden u ingeeft, wat u heeft getypt, wanneer u heeft getypt, ga zo maar door. Daarnaast weten ze dus, zoals gezegd, de wachtwoorden. En ze weten dus ook hoe u binnenkomt ergens in een bepaalde beveiligde omgeving. Ja, en wat betekent dat nu eigenlijk in the end? Dat betekent eigenlijk dat je niet meer veilig bent. Want ze weten dus alles van je. En het gevolg daarvan is dat je als persoon daar gewoon heel vervelende gevolgen van kan hebben. Je kan fysiek aangevallen worden als het gaat om hele gevoelige informatie. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld in Afghanistan of allemaal gewoon door je. Als ik het zo met alle respect mag zeggen. Men kan ontslagen worden of ontslag nemen verplicht. Men kan bedreigd worden, gechanteerd, beroofd worden van gegevens en verdere identiteit. Ja, dat is allemaal niets nieuws, dat weten we allemaal. We moeten er alleen nog naar handelen. En gelukkig doen veel mensen dat. Maar we moeten daarmee ook met de technologie een stukje bij helpen. En dat doen we met een stukje gebruiksvriendelijkheid. Wat komen we zoal tegen? Nou, ook deze informatie is vrij toegankelijk. Spyware, adware, worm, phishing, Trojan horses die heel erg gevaarlijk zijn. Ze nemen een volledige smartphone van u over. Ze kunnen sms voor u gaan versturen. Ze kunnen hem aanzetten, uitzetten. Ze kunnen camera's en microfoontjes remote aanzetten. Ja, dat is iets wat je eigenlijk niet wil beleven. Maar het aardige is, of eigenlijk het niet aardige daarvan, is dat je weet het niet. Je hebt het niet in de gaten in veel gevallen. Daarnaast heb je dan nog een aantal conventionele aanvallen. Namelijk tampering, het toevoegen van een microfoontje bijvoorbeeld. Of gewoon in zich heel vervangen. En dat zie je bijvoorbeeld in het nieuws vaak met skimmingapparaten bij banken. Je ziet gewoon het verschil niet tussen je eigen toestel of je eigen pinbox. Het wordt allemaal zo perfect gedupliceerd. Je hebt het werkelijk niet in de gaten. En dat is juist ook het finesse ervan. In de praktijk. Wellicht hebben jullie het, of waarschijnlijk hebben jullie het wel gelezen in de pers, dat het A5-1 protocol, dus het protocol wat tussen de GSM en de mast bestaat, dat het gehackt is. Dat men uiteindelijk dan over een transmissienetwerk bij de provider onversleuteld dat gesprek voortzet of doorzet om uiteindelijk weer bij de eindterminal, dan moet je dus denken aan de tweede GSM, de ontvanger, ook weer onversleuteld informatie
kunt gaan afluisteren. Dat kan heel eenvoudig. En in de volgende slide die direct voorbij komt, zal je zien hoe eenvoudig dat is. We gaan het overigens niet demonstreren. Maar het is wel even als gegeven om dat even kenbaar te maken. Je kan in ieder geval een aanval doen op over the air, OTA wordt het afgekort. De interface van het toestel zelf. Men kan heel eenvoudig met iemand zeg maar, in het netwerk, in het provider netwerk gaan zitten. En daar apparatuur op loslaten om zodoende af te kunnen luisteren. Of, zoals in de pers naar voren kwam, dat de politici allerlei lieve sms'jes naar elkaar aan het sturen waren, zonder dat ze dat van elkaar wisten. Hierbij een aantal voorbeelden van dat het gsm-netwerk was gekraakt en met alle gevolgen van dien. Terwijl ik eigenlijk met deze presentatie bezig was, vroeg ik me eigenlijk af van is het dan eigenlijk wel zo simpel om dat allemaal te kraken? Ik denk, laat ik eens een keer ingeven in Google. Hoe hack je een smartphone? Boom, 46 miljoen hits. Filmpjes, het wordt daadwerkelijk heel erg makkelijk gemaakt. Het wordt zelfs geadverteerd. Download nu voor $1.30. Software en haal het Troy and Horse in huis. En ga daar lekker mee fiddelen. Staat er dan wel netjes bij, alsjeblieft niet misbruiken. Maar goed, criminele organisaties die vinden dat natuurlijk prachtig. Die lachen natuurlijk zich helemaal krom. Ik wil er wel bij zeggen dat mijn product manager van de Pantom, daar kom ik direct op terug, een opmerking maakte van, joh Dominique, de smartphones zijn op zich in redelijke mate beveiligd. Dus om te zeggen dat ze helemaal open zijn, is niet reëel. Maar ze zijn niet beveiligd tegen afluisteren. En daarvoor is sector in de markt. Een aantal rubriceringsniveaus. Ik houd er een beetje tempo in, omdat ik de vorige keer wat uitgelopen ben. Dus vandaag, mijn excuses, ik geef wat sneller graag. Wij hebben deze rubriceringen niet bedacht. Dat wordt netjes vanuit de overheid aangestuurd en ontwikkeld en uiteindelijk overgedragen, zodat de industrie daarmee aan de slag kan. We kennen een aantal rubriceringen. Denk het aan open. Ja, goed, daar is geen rubricering van toepassing. Daarna heb je het departementaal vertrouwelijk. Dat heeft nadelige gevolgen voor de nationale veiligheid. Wat de inhoud daarvan is, daar wil ik jullie dan graag verwijzen naar de AIVD. Daar is wat over te lezen, van wat die nadelige gevolgen zouden kunnen zijn. Staatsgeheim, confidentieel, dat zou schade kunnen berokkenen. Of, STG geheim, zeer grote schade. En nou, laat de invulling van wat die schade is, normaal zijn jullie over. En er is ongetwijfeld wat te lezen bijvoorbeeld op het internet. Een overzichtje. We hebben een aantal beveiligingsniveaus, de mate van veiligheid en wat de inzet is om af te luisteren. Als je kijkt naar het gsm 3G-netwerk, dan is dat in principe open. Dus als onbetrouwbaar of onveilig te betitelen. En men kan invallen of aanvallen op het netwerk of over de air. Dus dat is in ieder geval iets wat nu duidelijk is, dat gewoon een volledig open situatie is. Men kan commerciële producten daarvoor inzetten. Op zich is dat beter dan niets. Maar let op voor schijnveiligheid, want door inzet, relatief kleine inzet van spyware, kan je om die commerciële beveiligingen heen. Pantom daarentegen, die door de autoriteit is goedgekeurd, die heeft allerlei zware stresstesten ondergaan. Het is een combinatie van een micro SD-kaart, phone integrity. De combinatie van hard en software maakt dat het wat meer en een hogere rubricering verdient. Daarmee is het niet veilig, maar in ieder geval wat meer betrouwbaar. Waarmee je meer integriteit van je boodschap kunt verwachten. En je hebt daar een hogere technologische inzet voor nodig om uiteindelijk je doel te bereiken, namelijk informatie ophalen die eigenlijk niet voor jouw oren bestemd is. Daarnaast is het vaak zo dat met die technologische inzet ook middelen moeten komen. Dat betekent mensen en eventuele investeringen in apparatuur. Als we kijken naar de Tiger X6 of het nieuwe stokpaardje dat we mogen presenteren hier op de beurs, de Tiger 4 Cyber Lang, de mobiele variant, met name de mobiele variant, dan heeft hij het niveau, rubriceringsniveau, STG, geheim. Wij betitelen het dan in eigen woorden optimaal veilig en vind ik dat leuk om te melden, rocket science. Eigen hardware, eigen software en ja, volledig approved om op de hoogste niveaus in te zetten. Zoals aangegeven hebben wij de Tiger ingezet in heel Europa en hopelijk binnenkort ook in de NAVO en sowieso al in de nationale omgeving in Nederland.
Pantom. Een tijger wordt hier gebruikt, zoals we die dus op de beurs hebben staan. Daar zijn wel wat zaken voor nodig en dat is op een heel zwaar, hoog rubriceringsniveau. Niet alle informatie is op dat niveau noodzakelijk. Vaak operationele informatie. Goh, ik ben hoe laat, bedenk u zelf, ik heb te veel mogelijkheden om daarover, suggesties om daarop te opperen. Maar operationele informatie, die zou je liever over een normaal, makkelijk toestel willen delen. Een telefoon wat je ook normaal gebruikt, zeg maar. En nou, in dat geval hebben we dus ook een smartphone oplossing. En gebaseerd op een micro SD kaart, zoals die daar is afgebeeld. In combinatie met een applicatie. En die moet u eigenlijk zien als een hele grote dikke firewall die het hele systeem beveiligt. Want je kan een hele mooie micro SD chip hebben geïnstalleerd. Maar als het systeem op het toestel zelf aangevallen wordt door allerlei virussen aanvallen van buitenaf, dan kan die hele security ondermijnd raken, zeg maar, of in ieder geval aangevallen worden. En dan kun je de integriteit van de boodschap niet meer borgen. Dus ook hier hebben we hem laten goedkeuren, of is hij goedgekeurd voor departementeel vertrouwelijk. NATO restricted en EU restricted. Daar zijn we best trots op. Dat we ook met dit product deze goedkeuring hebben ontvangen. En de Pantom is nu al beschikbaar voor de Rijksoverheid. Met name ook vitale onderdelen van de maatschappij. Denk aan een kerncentrale. Of de bankaire wereld, de financiële wereld. Anders is ook denkbaar een groot advocatenkantoor. Die toch ook gevoelige informatie willen delen. In ieder geval is de grootzakelijke markt, de commerciële markt, nu ook open voor de Pantom. Het aardige is dat die ook toekomstbestendig is. We kijken graag vooruit, we kijken graag mee met onze klanten. Die zijn erg bepalend ook voor wat wij uiteindelijk op de markt brengen. De markt gaat naar IP, vandaar dat wij ook VoIP hebben geïmplementeerd. Het aardige daarnaast is dat wij, naast dat wij dus een VoIP-omgeving hebben, dat we altijd wel een mixed omgeving zullen houden van een stukje oud netwerk, nieuw netwerk en de toekomst. En je kan niet op één paard wedden, want anders zal je bepaalde vlakken missen als het gaat om connectiviteit met je netwerk. Dus vandaar dat wij ook 2G, 3G ondersteunen. En later in de volgende slide zal je ook zien dat we daar heel goede successen mee hebben geboekt. Zoals gezegd is het een op hardware gebaseerde crypto oplossing die naadloos integreert. Op dit moment op een goedgekeurde Windows 6.5 mobile omgeving. Maar in de slide die daarop volgt, zullen we ook laten zien dat we wat meer in onder de hoed hebben zitten. Belangrijk is, zoals gezegd, dat die gebruiksvriendelijk is. Je gebruikt hem in feite als gewoon een smartphone. En dat daar een appje, zoals dat tegenwoordig heet, aan toegevoegd is waarmee je gewoon veilig kunt bellen. Waar ook een veilige omgeving in zit. En dat wordt ook in de volgende slide kort toegelicht. Je kan er wel gewoon mee bellen. Dus, schat, ik ben wat later thuis. Dat blijft daarmee kunnen, zeg maar. Hoe ziet zo'n interface eruit? Eigenlijk vrij simpel. Je hebt de app, dus de applicatie die je opstart. Vervolgens heb je een zescijferige pincode. Je komt in je departementale, vertrouwelijke, goedgekeurde omgeving. Waarin je, als je de middelste button aanklikt daar, dus het telefoonboekje, je contactenlijsten hebt. Heel simpel en heel intuïtief. Je drukt op het goede knopje om te bellen en het telefoontje gaat over. Uiteraard moet het wel zo zijn dat als A B belt, dat ze allebei online zijn. Dat ze zich allebei aangemeld hebben de pincode hebben ingegeven. Zodat ze dus aankiesbaar zijn, alsof dat je gewoon je telefoon aan moet zetten. Een stukje beveiliging, hoe dat dan mooi is opgebouwd. Ook enkel hier de highlights. Als jullie daar meer in de diepte over willen, dan willen we daar graag eens over met jullie van gedachten wisselen. Of in een persoonlijk gesprek dan wel bij ons bestemd. Allereerst is de authenticatie sleutelgeneratie gebaseerd op certificaten. En een veelgestelde vraag die we krijgen is, goh, wat nu als je er eentje kwijtraakt? Nou, in dat geval hebben wij een Certificate Revocation List, in feite een blacklist. En zodra die daar op de blacklist komt, dan kan een bepaalde gebruiker niet meer veilig bellen. Dan wordt die uit de groep gehaald. De hele rubricering, departementaal vertrouwelijk, dus de hele veilige groep, die blijft bestaan. En kan ongehinderd verder. Wat we belangrijk vinden is dat het een end-to-end versleuteling is. Ondanks dat we een back-end infrastructuur hebben met een SIP server, Session Initiation Protocol, met onze control server, of CRL server moet ik zeggen, is het zo dat die back-end niet een deel uitmaakt van de communicatie.
alleen maar voor de setup en autorisatie en authenticatie. Daarna stappen die eruit en krijg je een end-to-end verbinding. Dat is gebaseerd op een IS-implementatie, 256 bits. En ik heb expres daarbij implementatie bij gezet, omdat daar vele varianten zijn van hoe je een IS implementeert. En met name de implementaties waar wij die hebben gedaan, is betrouwbaar bestempeld. Hij voorziet in man-in-the-middle bescherming, dus zoals jullie zagen in de slide met in de praktijk, daar zie je dat in het netwerk iemand zich ertussen kan foezelen. En dat kunnen we voorkomen doordat 1. Het certificaat zich presenteert, 2. Dat er een klassieke DVI-man man-in-the-middle implementatie is, waardoor dat ook is uitgesloten. En een elliptic curve algorithm die de actieve aanvaller met de betreffende apparatuur zal tegenhouden. Zoals aangegeven werken wij met een smartcard. Het is de hardware die verzekert een stukje beveiliging. De micro SD-kaart die wordt gelokt in het toestel. Dus wil je de micro SD-kaart in een ander toestel stoppen, als daar een slot voor beschikbaar is, dan zal het niet meteen, zal het gewoon niet werken. En een belangrijk aspect waar we ons toch mee onderscheiden, is de Phone Integrity Package. Als we starten met een implementatie of met een levering, dan zullen we eerst zorgen dat wij, laten we zeggen, we kopen een toestel uit de winkel. En dat is in dit geval een HTC HD2. Die geven we een volledige factory reset, want we weten niet wat daar van tevoren mee is gebeurd. Daarna installeren wij anti-spyware software, dus onze Phone Integrity Package. We zorgen dat het micro SD-kaart wordt gebonden met het toestel. En we zorgen ervoor dat als de hele exercitie heeft plaatsgevonden, dat derde third-party software niet kan worden geïnstalleerd. Want we weten niet wat een eindgebruiker allemaal aan het downloaden is nadat hij is dichtgetimmerd of gelokt is. Dat zou zomaar virussen kunnen zijn. En daarom zullen wij daar wel wat restricties op leggen. Dat houdt in dat wij wel op voorhand met de eindgebruikersorganisatie in overleg gaan. Van goh, welke applicaties mogen jullie en willen jullie op de Phantom of op jullie veilige toestel installeren? Nou, in goed overleg kan dat dan eventueel ook in goedkeuring door het NBV. Kan daar tot een set komen van applicaties en kan het geïnstalleerd worden en kan het uiteindelijk uitgegeven worden. Een resume, het is een persoonlijke crypto, dus voor persoonlijk gebruik. Het is makkelijk in gebruik, het geeft een goede kwaliteit van geluid. Vergelijkend met je gewoon een gsm-telefoon. Het integreert naadloos met smartphones. Hij is goedgekeurd in heel Europa, ook voor de NAVO. En was ik aangegeven dat doordat er meerdere modules in zitten, er ook een positieve test hebben plaatsgevonden binnen de EU, Afghanistan, Amerika. En toen ik daar de resultaten van terug kreeg, werd ik heel erg blij. Ik dacht, dat is helemaal te gek. Stukje toekomst, waar gaan we naartoe? Veel gestelde vraag is van kunnen jullie ook secure sms? Kunnen jullie op wifi aan? E-mail? Komen er nog andere modellen? Want de ene wil een swipe, de andere wil een toetsenbordje. Dat is een never-ending proces. Daar gaan we, en dat hebben we ook hier op de beurs, kunnen we dat demonstreren, dat we die kant op gaan. We hebben nog geen goedkeuring voor het sms en het wifi en e-mail gedeelte. Dat is in proces, dat wil altijd wel eventjes duren. Maar dat gaat zeker komen. En we hebben nu al verschillende prototypes als het gaat om Android. Daarnaast is het zo dat wij interoperabel zijn door middel van het SCIP protocol. En SCIP staat voor Secure Communication Interoperable Protocol. Dat ooit is door de Amerikanen ontwikkeld, overgenomen is door de NAVO en uiteindelijk vrijgegeven is aan de EU en NAVO-lidstaten. En om een voorbeeldje te geven, als je kijkt naar een alliantieactie in Afghanistan, dan zie je dat de Fransen, de Duitsers, de Nederlanders en de Amerikanen komen allemaal met hun cryptoapparatuur en zetten hun tentje op. En vervolgens willen ze met elkaar communiceren. Oh, dat gaat niet werken, want iedereen heeft zijn eigen crypto. Dus in dat geval hebben ze een uitdaging omdat het niet werkt. Nu, door middel van deze implementatie, bieden wij interoperabiliteit. Sowieso met andere vendoren, enerzijds voor de toekomst en anderzijds ook interoperabiliteit tussen de Phantom en de Tiger die we hier ook op het hogere niveau hebben aangeboden. Weliswaar op het publiceringsniveau departementaal vertrouwen. Hier worden we ook vrolijk van en met name onze klanten.
Als we kijken naar de keuze die we kunnen bieden tegenwoordig met Android, dan heb je een Chacha, je hebt een Samsung, nou goed, allerlei modellen, zelfs bijvoorbeeld een tablet toe. Dus ben je meer een datapersoon die veel e-mailt en sms en dergelijke, dan is het heel handig om daar een tablet voor in te zetten. En als je dan echt weinig belt, dan kun je daar gewoon toch, als je wil bellen, een oortje instoppen. En dan met, nou goed, ik zag vanochtend ook al iemand met een tablet bellen. Of ja, je bent gewoon gewend om een soort van lookalike van de BlackBerry aan te nemen, omdat je dat heel fijn kunt navigeren. Prima, kunnen we dat ondersteunen. Dus dat betekent eigenlijk dat we een hele range, door middel van het ondersteunen van Android, de keuze kunnen bieden. Niet zozeer bring your own, maar wel choose your own. En dat is iets wat we toch, denk ik, richting de klant komen. En ik hoop dat het ook zo gaat landen. Een aantal conclusies, aardig in de tijd gebleven geloof ik, dat de smartphones, de mate en de hoeveelheid die op de markt gaan komen, die verhogen ook de kwetsbaarheden, met name bij de mensen zelf. Mede ook door het gehackte gsm-net. Dit heeft als gevolg dat bedrijfsinformatie, privéinformatie, denk aan dat het heel bijzonder is voor marketingorganisaties om precies te weten waar u bent, wat u doet. Dat die informatie ook beschikbaar komt bij personen, organisaties, vreemde mogelijkheden die daartoe geen toegang zouden mogen hebben. Met als gevolg dat u daarvan negatieve gevolgen ondervindt. En dat door het NVV goedgekeurde producten in ieder geval een hogere mate van integriteit bieden en daarmee ook een stukje vertrouwen. Voor zover deze presentatie. Misschien zijn er een aantal vragen die ik graag zou willen beantwoorden. Kunt u met uw systeem... Even wachten. Ja, hij is er. Kunt u met uw systeem ook gevaarlijke functies van Android blokkeren, als debugging en het gebruik van alternatieve appstores? Of grijpt dat niet zo diep in? Laat ik in ieder geval zeggen dat we door middel van een stukje full integrity het systeem zelf goed kunnen dichten. Als u daar zeg maar, diepgaande vragen over heeft, dan nodig ik u graag uit om naar de stand te komen. Andere vragen? In dat geval dank ik u hartelijk voor de aandacht. En ik hoop dat u zelf nog een hele interessante beurs ervaart. En zie ik u graag de volgende keer. Dank u wel.